Deerne. The sun is shining, we're going further, big racing teams on the water. En u merkt dat het toch wel een beetje training vraagt om dit te doen. Deze teams trainen toch gemiddeld 2 of 3 keer per week om alles gelijk te krijgen, om de pedalslag in dezelfde slag te maken en dan kan je snelheid krijgen. Want het gelijk gaat, dat is uiterst belangrijk. Als het gelijk gaat, ga je snelheid maken. Dus ook voor de gelegenheidsteams, dus zorg dat je in ieder geval de pedals gelijk door het water krijgt. Daar zit die trommel ervoor op. United Dragons in de gele shirts. Dan Imperial Dragons hier op de rode boot in de blauwe shirts. Allemaal op het water. En alle boten zijn afgeduwd en we gaan ons opmaken voor de 2 halve finales. Halve finales van de nationale wedstrijdteams. Teams die dus een aantal wedstrijden per jaar varen om punten te vergaren. Om zo competitiekampioen te worden, voor de cup zoals ze dat noemen. En dat doen ze over een afstand van 200 meter. Hier in Almere. En vanmiddag zal er ook een, net voordat de voetbal begint, een 2 kilometer gevaren worden. Waarbij ze ook gaan ronden.